Bettine Garlic & Herbs is een heerlijke geitenkaas gemaakt van 100% geitenmelk met de smaak van knoflook en kruiden. Deze geitenkaas is ideaal voor een pasta en dat is precies wat ik nu ga doen. Maar daarnaast is het ook lekker op een stokbroodje of in een salade. Ik begin met het invetten van de ovenschaal en daarin ga ik de tomaatjes met de geitenkaas bakken in de oven. Nu zitten de tomaatjes, de zongedroogde tomaten, de prei met wat olijfolie, zout en peper in de ovenschaal. En ik heb zo'n mooie ruimte opengelaten en daar komt de geitenkaas. Deze gaat de oven in, zodat die tomaatjes en die prei lekker gaar worden, maar vooral dat die geitenkaas zo lekker smelt. Hoewel dit er natuurlijk al fantastisch uitziet, ga ik hier dus een heerlijke pastasaus voor maken. Dus ik ga het door elkaar heen roeren en dan ga ik de pasta die ik net heb gekookt er doorheen doen. Dan heb ik nog wat parmaham uitgebakken. En dat vind ik zo lekker om er dan een beetje overheen te kruimelen. Jullie kennen de baked feta pasta vast wel. Nou, en dit is mijn take op dat gerecht, maar dan met Bettine geitenkaas.